Dat het zo groot was. En het is overal over nagedacht, over transport en winkels. Het is heel vriendelijk ingericht ook, dus ja. Ik keek vooral richting de Food Plaza en de Foodmart wat er komt. Daar zit ik wel naar uit te kijken dat af is. Ik vond het wel interessant hoe de aanlevering van goederen plaatsvindt door de tunnel vanuit de A2 naar het centrum van Leidse Rijn. Wij vonden de kraan vonden we erg mooi, de hele grote kraan. Ja, het was echt heel leuk. Dat is veel te zien en heel groot en heel indrukwekkend. Ja. Gaat ja. U dat doen? Ik ben daar nu naar aan het kijken, ja. Waarom? Omdat het centraal is, omdat het nieuw is. Omdat het denk ik heel modern is opgezet met combinatie met winkels, bedrijven en woningen. Als ik hier zou wonen wel, ga ik heel veel vrienden, dan ga ik mijn vriend heel erg missen. Want is vriendjes? Ja, vriendjes. Als we hier zouden komen wonen, ja. Daarom blijven we gewoon lekker wonen waar we wonen, hè? Ja. Dan komen we hier gewoon winkelen. Ja, gewoon winkelen alleen. Wat leuk. Leuk dat we langs het huis komen en kun je een beetje zien hoe het eruit gaat zien uiteindelijk. Jullie gaan hier wonen? Ja, gaan hier wonen, ja. Waarom gaan jullie wonen? Lekker centraal. Werken wel, want dan wonen we dicht bij ons huis natuurlijk. Jawel, ik zou er wel willen wonen, ja. Ik heb wel een paar plekken gezien dat ik dacht, ja, dat is wel, wel aantrekkelijk, ja. Gewoon leuk, toegankelijk, gratis parkeren, leuke grote winkels, mooie winkels, ja. Hoop ik dat het prettig wonen is en... Veel diversiteit is aan mensen, winkels en uitgaansmogelijkheden. Ik hoop wel dat het succes gaat worden en dat er veel mensen, jonge mensen komen wonen en dat het gewoon een klein stukje Utrechtstad ook blijft. Gezellig. Dat er veel te doen is in ieder geval. Dus lekker cafeetjes en leuke winkels.